Nou, wij zijn ontzettend trots, Frits en ik, dat we deze prachtige exemplaar, prachtige foto's van Giovanni en Marieke van Bronckhorst aan ze mogen overhandigen. Met hun helden en ook een prachtig interview geworden. Ha, kijk, daar zijn jullie! Deze is voor jullie! Dankjewel. En nogmaals, ontzettend bedankt. En hier het eerste nummer, eerst voor jou, Marieke. Dank. Voor jou, Gio. En ontzettend bedankt voor de geweldige openheid en medewerking. We zijn er heel trots op blij. Ik ben een heel, heel blij gezin. Met toch wel een pittig jaar. Hoe hebben jullie dat ervaren? Het was pittig, maar uiteindelijk ben je in de beker. En als je dan klaar bent en je kijkt terug, dan is het een bewogen jaar geweest. Maar wel heel leerzaam en uiteindelijk ook heel mooi. Ondanks de dalen die we ook gekend hebben. En je vindt het ontzettend leuk, hè, om te beter te zijn. Ja, heel leuk. Het is soms niet makkelijk, maar het is wel het leuke van trainer zijn, dat je eigenlijk elke dag anders is. En dat je, je gaat van hoog naar laag, eigenlijk wat je als voetballer ook gewend was. En je werkt elke dag hard om alleen maar de hoogte te halen, maar ja, dat gebeurt niet altijd. En dat merk ik dit seizoen ook. En dat zal zo blijven, maar dat maakt het wel heel leuk. Marieke, wat vond jij het moeilijkste van de afgelopen jaar? Dat is best een lastige vraag. Ik denk toch wel, als het dan minder gaat, dat je er dan zo graag ook wat aan moet doen en dat gaat niet. En ik denk dat dat wel. En je kinderen, vonden die niet? Die vonden de jongste die heeft er niet zoveel last van gehad. De oudste die vond het af en toe ook wel spannend. En die wil dan toch ook heel graag dat het wel gaat. En jullie waren ontzettend leuk in het interview, eigenlijk allebei over Dik Advocaat. Kan jij vertellen? Wat heeft voor jullie betekend? Je ogen glinsteren wat toen we de naam noemden. Nou ja, Dick heeft natuurlijk heeft veel voor me betekend. Het betekent nog steeds veel voor me toen ik al een jaar of 15 was. En eigenlijk heel mijn voetbalcarrière is die er voor me geweest. En dat vind ik heel mooi aan hem. Ik heb een goede band met hem. En dit seizoen ook heeft hij in een moeilijke periode is die mij in de club gaan steunen met al de ervaring die hij heeft. En daar ben ik er heel dankbaar voor. Want Marieke, jij zei ook, ik had ook het gevoel, ik ga nu iets terug doen voor jullie. Kan je dat uitleggen? Nou ja, toen hij naar Rangers ging, naar Glasgow Rangers, hij had ook naar een andere club kunnen gaan. Maar dat gevoel was gelijk zo goed, of dat was natuurlijk al goed, dat hij daarvoor gekozen heeft. En ik denk dat ik daarom ook zoiets had van, dan doe ik dit graag voor hem nu. En dat was allemaal gedoe om, hij zou de opstelling bepalen. Ja, maar dat wordt van buitenaf geschreven en daar kan je niks aan doen. Het belangrijkste is hoe je met hem werkt, samen ook met je staf en met de club. En dat was gewoon heel goed. En ik moet zeggen dat het in die paar maanden is het gewoon heel leuk geweest om met hem samen te zijn weer. Normaal zit je op het veld, maar nu was het dan op kantoor. Maar ja, aan alles zie je dat hij heel veel ervaring heeft. En ik denk ook dat het een van de betere coaches is die we hebben in het land. En die moeten we koesteren. En het is toch mooi dat je zulke trainers dichtbij je kan hebben en daarvan kan leren. Omdat dat, wat ik al zei, iemand met zo'n ervaring, daar hebben we er maar heel weinig van in het land. Dus goed dat Danny Blind hem ook als assistent nu heeft. Ja, nee, je ziet het, ik vind het mooi dat hij daar is nu. En het is toch een andere rol dan die gekend heeft in het verleden. Was altijd de hoofdcoach. En nu natuurlijk bij Feyenoord was hij adviseur, nu assistent. Dus het is voor hem een andere rol. Maar ik denk dat hij in die rol heel belangrijk kan zijn en is voor niet alleen voor mij, maar ook voor Danny. Verheugen jullie op de Olympische Spelen eigenlijk? Ja, ik verheug me daar wel op. Het is altijd mooi om te zien, omdat je, ik ben natuurlijk een sportfanaat. En om zoveel andere sporten te zien in zo'n korte periode. En eigenlijk wat we niet hebben op het EK nu, dat zal op de Olympische Spelen, dan zijn we toch één. En dan hopen we met z'n allen dat er heel veel gouden plakken worden behaald. Waar verheug jij op de Olympische Spelen? Ja, nou ja, ook vooral inderdaad de Nederlanders in actie te zien en hopen dat ze het heel veel doen. Je gaat ook echt kijken. Ja, zeker. Kijk je ook voetballen mee, hè?
Niet alles. Hey, en Epke staat op de cover. Morgen is er ook. Willen jullie nog wat tegen hem zeggen met Rio? Succes wensen of zo? Nou ja, ik heb natuurlijk Epke natuurlijk, kennen we allemaal in Nederland. En ik denk een van de grote sporters die we hebben. En, dus ik wil bij deze jou, Epke, succes wensen. En ik denk dat ik door jou succes te wensen, daarmee ook het hele Olympisch team wil wensen. Dat jullie een heel goed Olympische Spelen gaan draaien en zoveel mogelijk plakken kunnen behalen en kunnen zorgen dat we trots kunnen zijn op jullie allemaal en jullie prestaties.